politie is essentieel voor je samenleving. En de vraag is natuurlijk, gaan we er nou eens een keer wat aan veranderen? Het doet me goed om te zien dat jullie hier in grote getale zijn. En ik weet dat heel veel mensen in Nederland ook zeggen, joh, hoe zit dat dan precies bij die politie? Doen ze wel zo hun best? Ik heb er eens een keer wat over geschreven in de column. Toen kreeg ik een ingezonden brief van een van jullie collega's. Die ga ik nou voorlezen. En voor jullie zal het allemaal heel herkenbaar zijn. En ik weet dat jullie er nooit over klagen en het er nooit over zullen hebben. Maar in deze brief staat alles waarom wij met z'n allen vinden dat jullie echt al een paar jaar eerder uit de dienst mogen. Die agent schreef mij een mail en in die mail stond wat een agent allemaal mag. Als anderen slapen, mag ik werken. Mag ik waken. Ik mag werken op zaterdag en zondag. Op alle feestdagen mag ik mijn uniform aan. Ik mag mijn lijf insnoeren met een veiligheidskorset. Ik mag al mijn gereedschap, zolang het nog aan mijn koppel past, aan mijn heupen hangen en het rondsjouwen tot mijn botten pijn doen. Ik mag niet beledigd of vernederd worden, maar ik hoor dodelijke ziektes over me uitroepen. Ik mag vechten bij een aanhouding. Ik mag soms 3 avonden achter elkaar mijn eten opwarmen in de magnetron. Soms wel 2 keer op een avond, omdat het tussendoor even koud werd vanwege een spoedklusje. Ik mag in de stront staan bij een ongeval in een gierput. Ik mag stervende mensen reanimeren, omdat ik er vaak als eerste ben. Ik mag misselijk worden van de stank van een vergeten lijk. En ik mag uitleggen aan een slachtoffer van geweld dat de rechtercommissaris in alle wijsheid heeft besloten de dader te schorsen en naar huis te sturen. Ik mag ook stiekem huilen bij de plotselinge dood van een kind op straat. Ik mag bekeuringen uitdelen en ik mag steeds weer horen of ik maar echt niks beters te doen heb. Van mijn chef mag ik aanhoren of ik mijn productie wil halen. Ik mag met een afgerukt been slepen op een duistere, mistige spoorbaan waar 100 meter verderop een intercity stilstaat. Ik mag daar de machinist als eerste opvangen. Daarna mag ik in de resten van het stoffelijk overschot zoeken naar een naam en een adres. Dan mag ik naar dat adres rijden en daar vertellen dat er iemand nooit meer thuis zal komen. Ik hoef het jullie niet uit te leggen. Politiewerk is zwaar werk. En het is niet meer dan menselijk en fatsoenlijk en eerlijk dat jullie met dat werk er een paar jaar eerder uit mogen. En met jullie natuurlijk al die mensen in al die functies waar het gewoon wat zwaarder is. We vragen niet veel aan de overheid. We vragen eigenlijk van joh, de regeling die er al is, mogen we die doorzetten? Toch, dat willen we toch met z'n allen niet? Ja! Precies. Dus zo ingewikkeld is het niet. En de vraag is ook niet ingewikkeld. Vragen is belangrijk, jongens. Aristoteles zei het al. Aarzeling is het begin van wijsheid. Dus ik vraag aan jullie. Als je omhoog gaat met de lift in een gebouw, waarom heet het dan een verdieping? Ik heb echt geen idee. Als je thuiswerker bent en je wordt ontslagen, wat moet je dan naartoe? Als vegetariërs zoveel van dieren houden, waarom vreten ze dan al hun voedsel op? Geen idee. Hoe komt het als je in de auto zit en je kijkt in de achteruitkijkspiegel naar de auto achter je, hoe komt het dan dat de nummers en de letters van de kentekenplaat zijn omgekeerd, maar dat bestuurder niet? Zo. Ik zie gewoon een korting op je printplaat. Essentieel jongens, ik ga zo afronden. Essentieel is plezier hebben in wat je doet. Dat jaagt een succes aan in je werk. Maar er is zo weinig plezier meer. Ik weet het is lastig. En we weten in Den Haag, dat weet je, de humor, dat helpt je vaak door de dag heen. Probeer die humor vast te houden. Er is niet zoveel humor meer vandaag de dag. Het is heel lastig. Ik werd laatst gebeld door de schooldirecteur, die belde op. Hij zegt, uw zoon liegt. Ik zeg, nou dat doet u dan heel goed, want ik heb al een zoon. Waar is de humor gebleven? Plezier maken is lachen. En lachen is met elkaar toch weer die dag door zien te komen. En ik wens jullie wat dat betreft in ieder geval veel humor in het leven toe. Maar het is gewoon lastig om een beetje humor voor elkaar te krijgen.
Ik ben laatst bij de bank geweest, bij de balie. Hij zei, wat kom ik doen? Ik zeg, ik wil graag een gezamenlijke rekening openen. Hij zei, met wie? Ik zeg, maakt niet uit, met die meer geld op als ik. De humor is weg. Waar is de humor gebleven in de samenleving? Een beetje lol in het leven. Een beetje lol met de kerst. Met de kerst. Levende kerst al. Het bestaat ook al niet meer. Mag niet van de Partij voor de Dieren. Levende kerst al is afgeschaft. Nee, je dode kerst al. Dat ziet er lekker uit. Trouwens, probeer vandaag vanochtend nog maar eens een levende kerst al bij elkaar te krijgen. Hè? Probeer dan maar eens een maag, drie wijze mannen en een betrouwbare tinnerman te vinden. Dat gaat zo niet lukken, ja toch? Blijf alsjeblieft bij elkaar in jullie streven. Het is essentieel. Laat je niet aan elkaar spelen. Verdeel en heers is nog steeds een hele goede tactiek. Maar als jullie het samen met elkaar blijven doen, dan weet ik zeker dat het gebeurt. Dus grijp die kans. En je weet, een sinaasappel is een mandarijn die zijn kansen heeft gepakt. Wees geen mandarijn, zou ik willen zeggen. Jullie zijn voor mij het goud van de samenleving. Mijn zus is diender, haar dochter is inmiddels, mijn nichtje ook diender. Ik ben trots als een aaposte. Maar vooral omdat ik weet wat voor werk jullie doen, hoe belangrijk het is. Het goud van de samenleving. Namens de burgers in zijn algemeeniteit wil ik jullie ontzettend bedanken voor het feit dat jullie hier staan en dat je voor je rechten opkomt. Dat is essentieel. Als je één ding wil onthouden van mijn bijdrage voordat ik af ga sluiten, dan is het eigenwijs zijn in het leven. Wees alsjeblieft eigenwijs. Mijn opa zei het vroeger altijd al, met een gesloten mond vang je geen vliegen. Begrijp wat ik bedoel? Als je achter de kudde aanloopt, stap je in de stront van anderen. Dat wil ik alleen maar zeggen. Wees eigenwijs. En waar doen we het allemaal voor? Natuurlijk voor een beter leven, voor mensen om je heen, voor de wereld in het algemeen, maar ook voor jezelf. En daarom sluit ik af met een lied. Een gevoelig lied, zou je van mij niet verwachten, maar een gevoelig lied. Om uiteindelijk aan te geven dat een vervroegd pensioen niet zomaar iets is waar we het voor doen. Rob is vandaag jarig, jongens, ik heb hem gefeliciteerd, we hebben langs ons leven gezongen. Toen zei hij tegen mij, waarvan? Nou ja, gelijk heb je Rob.